Ja, goh, wat een turbulente dagen waren dit. Dank jullie wel voor jullie support. De meeste van jullie, nou, die mij in ieder geval volgen, die weten wel dat het donderdagavond de demonstratie was. En dat het wat anders is gelopen dan we dachten. Maar goed, daarover zometeen meer. Ik maak deze korte live, want ik moet er zometeen weer vandoor. En het allereerste wil ik zeggen, ja, het gaat goed met mij. Heel goed zelfs. Veel inspiratie opgedaan. Ik kreeg heel veel hartverwarmende e-mails en WhatsApp-berichtjes en via Signal en Telegram. Zoals jullie weten, donderdagavond ben ik samen met bijna 80 anderen, volgens mij echt 79 anderen, aangehouden. Nou, dat is ook een ervaring. Ja, MJ, het gaat goed. Ja, wat een toestand. Maar ik ga er wat dingetjes over vertellen. Ten eerste, als je wat later inhaakt, kijk hem dan nog even terug. En deel deze video met zoveel mogelijk mensen. Want ik denk dat er ja, in ieder geval wat ervaringen in zitten die ik met je wil delen. Ja, waar anderen ook wat aan hebben. Oké, dus deel het. Je kan ook een videoparty maken dat dit zoveel mogelijk wordt verspreid. Zoals je weet, haal ik heel vaak mijn Joodse verleden aan. En dat is niet omdat ik vind dat ik slachtoffer ben, want slachtoffer zijn, dat is een keuze. Dat klinkt misschien heel gek, maar je kan alles, kan je een andere betekenis geven. En ik kwam ooit een keer bij een oom van mij terecht, een van degenen die, dat was een kind van een van die ooms, die uiteindelijk ook in de oorlog heeft gezeten. En die oom zei tegen mij: ja, er was iets in die tijd dat je Marorgelden kon krijgen. En wat zijn Marorgelden? Marorgelden, dat waren tegemoetkomingen vanuit de Duitsers, die ze beschikbaar hadden gesteld voor de Joodse slachtoffers die het dan nog hadden overleefd. En hij zei: ik kon daar geen aanspraak op maken. En toen zei hij: en dat komt omdat ik weiger mezelf als slachtoffer te erkennen. En dat vond ik zo mooi, dat ik dacht van ja, dat is wel mooi, want het is maar net de betekenis die je daaraan geeft voor jezelf. Nou, waarom haal ik nou vaak het Joodse verleden aan? Dat is niet omdat ik de situatie nu vergelijk met vernietigingskampen, helemaal niet. Waarom ik het zo vaak aanhaal, is omdat het een tijd was, 40, 45, waarin zo'n grote groep mensen de andere kant op heeft gekeken, waarin zo'n grote groep mensen, terwijl er van alles en nog wat gebeurde, mensen werden weggehaald, er werden onevenredig veel mensen weggehaald. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa. En dat ging niet alleen om de Joodse mensen, dat ging ook om de Zigeuners. Het ging ook om homo's. Er zijn echt heel veel van die, vooral van die drie groepen, zijn vermoord in de kampen. En hoe kon dat nou gebeuren? Dat is omdat een heel groot deel, één, het niet wilde geloven dat er vreselijke toestanden aan de gang waren. Het is ook bijna niet te beseffen dat je een hele groep letterlijk wil vernietigen. Dat ging er bij heel veel mensen bijna niet in. Maar de consequentie was dat heel veel mensen de andere kant op gingen kijken en in een soort ontkenning gingen. Zo van: nou, zolang het mij maar niet treft. En dit is hetgene waarop ik ben aangegaan in dit hele coronaverhaal. Dat er zo'n grote groep de andere kant op aan het kijken is en maar niet wil zien dat er dingen niet kloppen. Dat is het eigenlijk. Dat is de reden waarom ik heel vaak het Joodse verleden aanhaal. En afgelopen donderdagavond, ik ga je er toch kort iets over vertellen, hadden we besloten naar het plein te gaan. Het was een prachtige actie. De oproep was: loop precies om 7 uur het plein op, hè, zodat het niet verspreid gaat. En zo waar het gebeurde. Precies om 7 uur liepen er gewoon een paar honderd mensen dat plein op. En ik krijg nog kippenvel. Dat zijn, ja, ik noem deze video ook magic moments. Voor mij was dat een magisch moment, dat je ineens voelt van: hey, we kunnen het. We kunnen gewoon gezamenlijk iets bepalen en ervoor gaan staan en ervoor kiezen om het te doen. En die paar honderd mensen liepen het plein op en we stonden daar en er hoefde niets te gebeuren. We hoefden alleen maar te verbinden, elkaar een hug te geven. Dat was ook alles. En na een minuut of 10, ik zag al wat politie staan, toen dacht ik: weet je wat, ik ga de politie toch een handreiking doen. Want waar ik niet op wilde wachten, is dat de politie zelf een soort inschatting maakt die dan fout is. Ik dacht: weet je, ik ga ze gewoon iets informeren. Dus ik liep er naartoe. Ik vroeg naar degene die het commando had. Super aardige vent, echt heel sympathiek. En die zei: ja, wat is de bedoeling? En ik zei: nou ja, goed. Hij zegt: ja, dit is een demonstratie. Ik zei: nou, dit is geen demonstratie. Ik heb besloten hier naartoe te gaan en ik heb mensen verteld dat ik dat ga doen. En een heleboel mensen hebben hetzelfde idee gekregen. Dat is niet per se een demonstratie. Nee, maar volgens de wet valt dit wel onder een manifestatie. Dus we moeten dit aanmerken als een demonstratie. En toen zei ik tegen hem: oké. Okay. Ik zei: het is nu, volgens mij was het toen 7:15. Ik zeg: het is nu 7:15. Wat we vragen is tot 8:30. En waarom 8:30? Omdat we heel graag tussen 8:30 en 9:15 dan richting de horeca wilden gaan. Het gaat hier om het plein in Den Haag. Veel horecaondernemers. Het zijn allemaal
Alle demonstranten komen echt in liefde, geduld, streven naar waarheid. Er was niemand met een fanatiek geluid of boosheid. Niemand was boos. Het was een supergoede sfeer. Zoals het eigenlijk vrijwel altijd gaat. En natuurlijk wordt het door de media anders neergezet. Maar vrijwel altijd is het geluid rustig. En dat dan iemand af en toe iets roept. Weet je, ja, dat kan. Maar dat wordt eigenlijk, het is nooit gewelddadig of boos. En toen zei hij, ja, maar ik moet dit toch gaan melden richting de lijn van de burgemeester. Ik zei, nou ja, goed, weet je, als je dat dan toch doet, vertel hem dan dat ik ervoor insta, dat durfde ik echt wel te zeggen, dat dit echt vredelievend gaat verlopen. 8:30 gaan de mensen de horeca in, gaan ze samen een drankje doen, even verbinden en daarna gaat iedereen weer naar huis. We vragen alles bij elkaar van 7 tot 8:30, 1,5 uur. En ik hoorde mezelf die 1,5 uur uitspreken en toen dacht ik, ja, de overheid, maar ook de burgemeester vraagt van ons 1,5 meter. En nu vragen wij hem 1,5 uur. En toen dacht ik, hoe gaat dit nu verlopen? En er ging een lijntje uit. En zei, nou, kun je even wachten, keurig gewacht met een vriend van mij. En we stonden te wachten. En toen zei hij, ja, ik heb het je gezegd, jullie moeten weg. Ik zei, maar waarom moeten we weg? Ja, demonstratie, ja, jullie moeten weg. Er werd ook niet toegelicht, er werd ook niets gezegd. We hebben ook geen kans gekregen om bijvoorbeeld mensen te vragen, jongens, we moeten wat afstand houden. Nee, dit mag niet. En toen dacht ik, ja, dit is wel vreemd, want we mogen altijd demonstreren. Hè? Er zijn altijd 3 redenen waarom je het niet mag. Dat is de volksgezondheid, de veiligheid en het verkeer. Nou, verkeer speelde niet. Iedereen had zijn auto al geparkeerd. Mensen kwamen ook vaak op de fiets. En tweede is dan de veiligheid. Het was duidelijk, er was geen enkel veiligheidsrisico. En dan de gezondheid. De burgemeester had kunnen zeggen, als we wat meer ruimte nemen en wij kunnen ongeveer zien dat de 1,5 meter wordt aangehouden. Ik noem maar iets. Of er wordt wat afstand in acht genomen, dan niets. Er werd helemaal niets gezegd. Jullie moeten stoppen. En toen dacht ik, dit is wel vreemd. En er kwam iets in me op en ik had zoiets van, vanavond ga ik gewoon niet weg. Ik weet niet waarom. Dus ik liep terug en hij zei, nou, jullie moeten dus weg. Dus ik wil je vragen om een oproep te doen. En zeg, ik laat het aan jullie over wat je gaat doen. Ik zei, mag ik een kwartier? Kunnen we een kwartier? Hij zei, 5 minuten. En die zijn nu ingegaan. Oké. Kijk, nou kan je natuurlijk alles zeggen als agent. En ik snap het ook wel, maar de redelijkheid is zoek. Want ik vroeg nog aan hem, zou je toch even aan hem kunnen vragen? Nogmaals, nee, niets. Nee, niet meer mogelijk. Ik moet zeggen, ik merkte aan die man dat hij er moeite mee had. Oké, die agent, degene die daar bezig was, die had er moeite mee. En ik vroeg hem, hoe sta jij tegenover de maatregelen? Er gaat wat telefonisch, je ziet me af en toe naar beneden. En hij zei, ja, kan ik me niet over uitspreken? En toen dacht ik, oké, dat zegt genoeg. Dat zegt genoeg. Heel veel van die mensen bij de politie hebben er moeite mee wat er gebeurt. Heel veel van die agenten hebben een knoop in hun buik en zijn het eigenlijk hartstikke met ons eens. En ik merkte het aan hem en ik had zoiets van, weet je, dit is helemaal niks persoonlijk. Ik zei, maar goed, 5 minuten zijn ingegaan, ik loop terug. Ik ben teruggelopen naar het plein en er was gelukkig iemand met een megafoon. Ik zei, luister mensen, ik weet niet wat jullie gaan doen. Iedereen mag zelf de keuze maken voor zichzelf, maar vanavond ga ik hier niet weg. En waarom niet? Ik dacht steeds dat ik daar met name voor mijn kinderen stond. En ja, ik sta daar ook voor mijn kinderen. En hoewel ze dat niet altijd beseffen. Maar ik sta daar natuurlijk ook voor alle kinderen. Ik sta daar voor alle burgers. Voor niet alleen Nederland, maar letterlijk voor de wereld. Ik denk dat we wereldwijd moeten opstaan als we letterlijk zien wat hier gaande is. Al is het maar dat je merkt dat dingen niet kloppen, dan is het al tijd om op te staan. Dus, en ik had ineens zoiets van, weet je, die 21 familieleden, en dit is nog wel een verhaal wat ik in een andere video wel zou doen, die zijn overleden omdat mensen ervoor kozen de andere kant op te gaan. Die zijn overleden samen met 6 miljoen andere Joden vanuit heel Europa. Die zijn allemaal, ze konden worden weggevoerd omdat een grote groep ervoor koos om de andere kant op te kijken en niet op te staan voor de vrijheid en zich niet te verenigen. Dat is waarom dat mogelijk was. En ik weet dat er veel verzetstrijders waren. En ik weet dat heel veel mensen echt alles hebben gedaan om het tegen te houden. Maar die groep was klein. Als die groep groter was geweest, had het nooit op die manier plaats kunnen vinden. Nu gaat het nogmaals niet om gaskamers. Het gaat op dit moment niet, hè, hoewel volgens sommigen, hè, dat soort vergelijkbare tijden aanstaat te komen. Maar ik vergelijk het daar niet mee. Maar wel met het feit dat mensen ervoor kiezen de andere kant op te kijken, terwijl er dingen gebeuren die niet kloppen. Oké, er wordt een wet over ons uitgerold die onze grondrechten beperkt. En Kamerleden zijn bereid om daarin mee te gaan en er überhaupt over in onderhandeling te gaan. Niet alle Kamerleden, maar het overgrote deel wel. Die spoedwet gaat dinsdag in stemming. Wij dachten donderdag en daarom stonden we er ook. Dinsdag gaat die in stemming en het lijkt er nu op om 3:00 middags.
Ik wil het gevoel hebben dat ik alles heb gedaan om het tegen te houden. En als die spoedwet er toch komt, stop deze strijd niet. Want we gaan gewoon door. Oké, er moeten dingen veranderen. Dus wat mij betreft gaan we gewoon door. Zelf ben ik dit weekend bezet. Ja, niet helemaal in rust, maar wel gewoon met heel veel afspraken. Allemaal met hetzelfde doel. Dus ik kan er vandaag niet bij zijn. Maar ik weet wel dat een grote groep gaat. Willem Engel is vanavond in Den Haag. Vanavond, wederom, klokslag 7 uur. Loop met z'n allen het plein op. Oké, loop het plein op. En besluit voor jezelf wat je wilt doen. Word je weggestuurd, ga je weg. Word je weggestuurd en besluit je te gaan zitten, ga zitten. Maar laat iemand een handreiking doen naar de politie. Want afgelopen donderdag, nadat ik met de politie had gesproken, heb ik ze één ding gevraagd. Ik zei, luister, mochten jullie overgaan tot aanhouding, wil je het dan? En ik had mijn zin nog niet afgemaakt en een van die andere agenten zei, er wordt geen geweld gebruikt als er geen geweld tegen ons wordt gebruikt. Nou, oké, prachtig. Dat heb ik ook door die megafoon geroepen. Ik heb gezegd, mensen, ik blijf hier. Wil je weg gaan? Ga. Wil je gaan zitten met mij? Ga dan zitten. En 80 mensen zijn blijven zitten. We waren daar ongeveer met 400 mensen. 80 zijn blijven zitten. Dat is 1 op de 5. Dat is 20% was bereid te gaan zitten. En toen we daar zaten, en daarom noem ik het Magic Moments, gebeurden hele bijzondere dingen. Je voelde de spanning. De agenten begonnen dat gedeelte te omsingelen. En ik had zoiets van, nou, misschien moeten we ons toch wel schap gaan maken. Ik hoorde om me heen de handschoenen gaan aan. Het was ook wel pure intimidatie. Maar wel begrijpelijk, weet je. 80 mensen, als die met z'n allen opstaan en in weerstand komen, heb je een probleem. En dat wilden we geen van allen. Dus die agenten die gingen staan, stokken erbij, honden eromheen, paarden eromheen. Maar ik had die toezegging van die agent. We gebruiken geen geweld. Dus we zijn blijven oproepen. Geen weerstand. Geen weerstand. Als je er toch voor kiest om te blijven zitten, ga dan gewoon met die agenten mee. Loop de arrestatiebus in en neem die 6 uurtjes in de cel. Als je s'avonds wordt opgepakt, moet je dan een nachtje blijven. En daar kan je ook nog tegen bezwaar en beroep, et cetera. Dus weet je hoe ernstig is het? En uiteindelijk die 80 mensen zijn blijven zitten. En ik wil ze echt super bedanken. Ja, dit is een beetje vreemd. Ik moet heel even de deur open gaan doen. Dus ik ga je toch echt laten wachten. Want hij staat voor de deur. Ja, sorry mensen. Dus uiteindelijk zei ik, weet je wat we gaan doen? Vandaag ga ik gewoon een keer niet weg. Ik blijf gewoon staan. En ik had met Rehal de afspraak gemaakt, we blijven zitten. En uiteindelijk zei Frank Rusink ook, ik blijf ook zitten. En toen bleven er dus in totaal 80 man zitten. 20%. Dus mensen, ik wil je dit meegeven. Als we daar naartoe lopen met 500 man of 1000 man en je besluit met z'n allen te gaan zitten, dan is het klaar. Dan is er geen sprake meer van aanhouding. Dat kan helemaal niet. En ik heb ook gezien, die agenten willen het ook niet. Dus het enige wat die agent dan hoeft te roepen, er zijn te veel mensen om aan te houden. Wat zullen we doen? En dan laten ze, ze hebben geen keuze. Ze zullen je toch echt moeten laten gaan. De vraag is alleen, ben jij bereid om je eigen vrijheid, weliswaar voor een nachtje op te offeren, voor de vrijheid van dit land? Dit is eigenlijk de boodschap. Nog een paar laatste dingen. Ik heb al heel veel gezegd, ik wil Frank Rusink super bedanken voor de steun. Ik weet ook dat Frank op een gegeven moment tegen mij zei van ja, ik vind het toch wel spannend. En zeker om mensen te vragen te gaan zitten. Nou, uiteindelijk heb ik het op een andere manier gedaan dan dat we even dachten. Want ik wil eigenlijk iedereen vragen om te gaan zitten, maar dat voelde niet goed. Dus mensen konden gewoon weglopen als ze het wilden. Hebben velen gedaan en daardoor ontstond er ook iets magisch. Want die mensen die op het plein bleven zitten, die werden uiteindelijk gesupport door degene die er omheen stonden. Dus daar ontstond echt een magische sfeer. Daarom noem ik het ook Magic Moments. Wat er ook gebeurde is dat Frank iets heel persoonlijks met me deelde en ik vervolgens iets met hem. En ook dat werd echt een magisch moment. Wat ook magisch was, is dat ja, een vriend van mij, Ray, die ik echt al 35 jaar kan, die zat aan de andere kant van mij. Dus ik voelde me daar echt helemaal compleet. Hoe is het mogelijk dat je iemand al 35 jaar kent en we hebben elkaar heel veel jaren niet gezien en nu weer samenkomen hierdoor. Dus mensen, er gebeuren heel veel magic moments. Vanavond om 7 uur loopt er weer een hele grote groep het plein op. Besluit voor jezelf om te gaan zitten of niet te gaan zitten. Laat iemand een handreiking doen naar de politie. Kijk wie de plaatselijke commandant is. Ga ermee in overleg en geef gewoon aan. We komen in vrede. We zijn niet van plan om wat voor weerstand dan ook te bieden. Maar geef ons gewoon van 7 tot 8:30. Daarna gaan we een drankje doen en klaar. En dit is een oproep aan meneer Van Zanen. Meneer Van Zanen, afgelopen dinsdag waren we er ook. En ik had gevraagd om 2 rondjes Binnenhof te lopen. En u zei, het mag er maar 1 worden. Dat werd daar besloten. Toen dacht ik, waarom maar 1? Had ik er 5 moeten vragen om er 2 te krijgen? We wilden 2 rondjes lopen, maar we kregen er 1. Oké. Vervolgens vroegen we die dinsdagavond, mogen we tot 8:45 blijven? Nee, 8:30. Waarom moet er altijd worden onderhandeld over onze vrijheid? Vrijheid is wat mij betreft niet onderhandelbaar.
Dus, meneer Van Zanen, we hoeven geen demonstratie aan te vragen. Dat demonstratierecht is ons recht. Dat staat letterlijk in de grondwet. Dus wat dat betreft, om reden van volksgezondheid, oh, dit is het laatste wat ik erover moet zeggen. Uiteindelijk heb ik pas in de ochtend, de dag dat we werden vrijgelaten, gehoord door de rechercheur. Ja, die kwam volgens mij 's ochtends vroeg. Die nam alles op, de aanklacht. En daar stond erin om reden van volksgezondheid. Dat had ik nog niet meegekregen. En toen dacht ik, volksgezondheid, dat gaat dus om die 1,5 meter. Daar zal het dan om gaan. En wil je wat moois weten? We werden busjes ingezet, arrestatiebusjes. En we zaten met z'n drieën naast elkaar in een gesloten ruimte. En zo zijn we naar Amsterdam gebracht. Dus in hoeverre is dit nou werkelijk de waarheid? Want als die burgemeester zich zoveel zorgen maakt over de volksgezondheid van zijn burgers, zet je mij dan echt in een busje met twee andere mensen binnen 1,5 meter met z'n drieën richting Amsterdam? Mensen, daar klopt helemaal niets van. Maar goed, sta op voor je vrijheid. Vanavond zijn we er. En dan komt maandagavond. Maandagavond is de avond voordat de spoedwet in stemming wordt genomen. Het is het laatste moment dat je op kan staan voor je vrijheid. Nogmaals, mensen. Maandagavond ben ik er zelf. En wederom, ik ga niet vertrekken. En er komt zeker een plan B. Want het zou best kunnen zijn dat ze het plein niet willen laten betreden. Maar dan zoeken we wel een andere plek. Maar maandagavond is de laatste dag dat we hier tegen kunnen demonstreren. En onze stem kunnen laten horen, want dinsdagmiddag 3 uur is die in stemming. En waarom zeg ik laatste dag? Want je kan ook dinsdagochtend daar gaan staan. En dat zal ik ook wel doen. Maar heel veel mensen moeten nu eenmaal werken. We zitten nu eenmaal in het systeem dat er geld betaald moet worden en dat de salarissen binnen moeten komen. Dat geldt voor al die agenten ook. Ga je kiezen voor je vrijheid of ga je kiezen voor je salarisstrook? En heel veel mensen kunnen niet anders dan kiezen voor dat laatste. Omdat er heel veel mensen moeten werken dinsdag, schatten we de opkomst minder. Dus vandaar dat we de weekenden nemen of de avonden. Dus maandagavond is de laatste avond voordat de spoedwet wordt aangenomen. En het script ligt er al. Mensen, kom alsjeblieft als je kan, als je de moed hebt en je durft op te staan. Sta alsjeblieft op en zoek gewoon naar jouw motivatie. Dus vanavond is Willem daar. Op het plein, kom allemaal die kant op. Wij zijn er maandag weer. Zondag zijn de andere demonstraties, waaronder in Tilburg. Dus die kant gaan we ook op. Maar die laten we gewoon staan, omdat daar al veel gebeurt. Zijn de andere demonstraties bij jou in de buurt, doe dat dan. En dan 7 uur. Laten we met z'n allen iedere avond 7 uur een kaars branden en zet hem voor je raam. Zodat je de wereld laat zien waar je staat. Ik heb honderden foto's binnen zien komen van mensen die kaarsen voor het raam hadden gezet. 7 uur vanavond. En dat blijven we gewoon iedere avond doen, 7 uur. En wil je toch iets doen, maar lukt het je niet om naar Den Haag te komen, ga dan naar je plaatselijke stadhuis, ook om 7 uur, en ontmoet daar mensen en leg daar een witte roos neer. Oké? Dank jullie wel, ik wens jullie een hele fijne dag en ik hoop jullie heel snel te zien op het plein in Den Haag. Thanks.